Welkom terug bij Bulls & Bears, waarin we elke week speciale aandacht besteden aan misschien wel een van de meest ondergrondelijke beleggingscategorieën die er zijn, de crypto's. En dat doen we deze week met Thomas Franke, Digital Asset Manager bij Fondshuis van Eck. Thomas, welkom. En nog steeds in de studio, Corné van Zijl van Actiam. Thomas, afgelopen week ook op crypto-gebied, roerig weekje. En wat opviel, aandelen naar beneden, maar crypto's net zo goed. Die correlatie, dat is toch eigenlijk niet wat je zou verwachten, of wel? Het werd lang verkocht als inderdaad een hedge tegen de aandelenmarkt, in ieder geval tegen inflatie. Mm-hmm. In lange termijn is dat nog steeds zo in mijn optiek. Wat je wel ziet sinds de coronacrisis en sinds de pandemie, dat er veel liquiditeit de markt in is gebracht, dat je eigenlijk over de hele linie van asset classes een verhoogde correlatie ziet. Mm-hmm. Dat zie je dus ook in cryptocurrencies. Okay. Veel schuld in de markt, schokkerige bewegingen. En ja, dat vertaalt zich door aan meer volatiliteit en correlatie. Oké. Het is wel, want zou je, als je het hebt over volatiliteit, correlatie, het gaat nu naar beneden. Sommige mensen denken ook, moet dat nu verkopen? Hoe kijk jij daarnaar? Er is een bekend Nederlands gezegde van, zolang je het kastje niet open doet, breken de borden niet. Dat gaat hier denk ik ook op. Zolang je niet verkoopt, is het geen verlies. Ja. Blijf vooral rustig en laat je niet gek maken. Ja, als je fundamenteel gelooft in crypto's, dan moet je gewoon blijven zitten. Dan komt alweer een upside, zou je dan zeggen. Hopen. Ja, wat denk je, kijk je er tegenaan, Corné? Want zou ik een instapmoment kunnen zijn natuurlijk. Is het wat voor je? Ja, dat weet je maar nooit. Maar nee, crypto's is niet mijn ding, moet ik zeggen. Er gaat een mooie meme op het internet rond. Ik zie het meer als een geuzenmeme. Ik heb niet gekocht op $4, dat klopt. En dan ga je op $36,000 ook niet echt denken van, nou ja, god, wat is het nu interessant. Ja, maar heb je dan nooit, want destijds op $4, ja, je zou nu kunnen zeggen, had je maar. Is je mening niet bijgesteld sinds die tijd? Nee, als eerste van had je maar, word je niet rijker. En als tweede, ja, ik kijk graag naar wat je nou precies koopt. En ik wil niet alleen afhankelijk zijn wat de volgende na jou voor dat muntje over heeft. Bij aandelen geldt dat precies hetzelfde, maar dan heb je altijd nog het bedrijf in handen. En dat heb je hier niet. Ja, je zegt kort gezegd, je zegt, als je een aandeel koopt, dan koop je een belang in iets wat ook op zichzelf iets genereert in crypto's. Daar zie jij dat niet. Maar ja, tegelijkertijd Thomas, afgelopen weken, YouTube bijvoorbeeld wil NFT's gaan ondersteunen. We hebben het in dit programma al vaker gehad over allerlei business cases. Mm. Die zijn er toch wel degelijk, ook in dit geval. Ja, zeker. En ik denk op het fundamentele argument dat er geen fundamentele waarde zou zijn. Ik denk dat je vooral moet kijken met welke bril kijken naar deze asset class. Asset en equity bril, ja, dat is het lastig te waarderen. Mm-hmm. Maar kijk je met bepaalde netwerkwaarderingsmodellen, zoals het Metcalfe's Law model. Of hetzelfde als je met venture capital of private equity bril gaat kijken naar de verschillende investeringen. Mm-hmm. Dat moet je ook niet met dezelfde bril doen. Dan kom je op een andere waardering. Ja. Wat je dus ziet in die NFT-markt en de YouTube, Twitter en dat soort partijen die allemaal een beweging naartoe maken. Dat is natuurlijk ook heel logisch, valt heel veel geld in te verdienen. En die markt is in zekere zin oneindig. Een virtuele wereld kun je tot in den treuren exponentieel uitbreiden. Ja, want die NFT's, voor even heel kort, dat stelt je in staat om digitaal eigendom te claimen en aan te tonen dat het jouw eigendom is. Als dat soort partijen zoals YouTube er ook mee gaan werken, denk ik, nou ja, Corné, dat klinkt toch allemaal, klinkt op mij heel erg, dit wordt wat. Maar... Ja, ik ben sceptisch, denk van nature uit. Als dat soort partijen er geld mee te kunnen, denken te kunnen verdienen, zullen ze dat ongetwijfeld proberen. Dus dat is voor mij geen reden. Het is wel misschien een reden dat daardoor meer nieuwe gebruikers komen. En nieuwe gebruikers betekent meer vraag en dus een hogere prijs. Het heeft allemaal te maken natuurlijk met de 3D-internet. We worden steeds meer virtueler, steeds meer online. Ja. Als je hier nou wat in wil doen, wat voor muntjes, waar kijk je dan concreet naar? Als je zo, Axie Infinity is een voorbeeld daarvan. Het focust zich op gaming, play to earn. Je kunt cryptocurrencies dienen door het spelen van het spel. Heeft heel veel adoptie gekend en doet dat nog steeds. Er is inmiddels een beetje een discount opgekomen, dus dat kan een interessante prijs zijn. Ja, precies, want vorig jaar was Axie Infinity ging van $140, nu is het inmiddels de helft. Ja. Dus... Jij zit erin, Thomas? Daar doe ik geen uitspraken over. Maar wat je wel kunt zeggen is dat je kunt beter met een discount kopen dan op de top. Wat je wel ziet is, je ziet dat kleinere holders aan het verkopen zijn. Inmiddels een beetje die verkoopdruk lijkt wat lager. Grotere partijen die beginnen wat meer te kopen en verkopen niet meer. Dus een bodem lijkt in de maak. Ja. Natuurlijk is dat deels instap is aan te raden. Ja, Axie Infinity is vrij specialistisch in die NFT-markt. Als je nou breder wil beleggen in de cryptosfeer, ook daar zijn nu oplossingen voor. Toch even aan te klopt. We hebben een ETF gelanceerd, schrift een ETN, wat dezelfde werking heeft als een ETF. Is een mandje cryptocurrencies. En dan kun je dus gespreid beleggen in crypto. En dan ben je verzekerd dat je altijd in de winnaar belegd bent. Juist, goed. Gespreid beleggen in crypto. Let wel, het hele risicovolle asset class, nooit meer dan 5% is, zeg maar, wat mensen gemiddeld zeggen. En onderzoek of dat het wat voor je is. Maar het is in ieder geval een optie. Dankjewel, Thomas Franke van Fondshuis van Eck.